Hallo en welkom op de allereerste zomeravond in de Efteling van 2021. Het is juli en dat betekent dus de traditionele zomeravonden van de Efteling. Maar toch net niet helemaal. Al het entertainment op de zomeravond is dit jaar geschrapt. En voor de rest is het concept vergelijkbaar met vorig jaar. Dus alle dagen is de Efteling in de zomer tot 10 uur geopend. De vrijdagen en zaterdagen zijn niet meer tot 11 uur helaas. En er is ook niks extra's of zo. Maar toch, vandaag is de eerste dag dat de Efteling tot 10 uur geopend is dit jaar. Het is toch wel waard om een bezoekje te doen aan het park. Het is voor het eerst in lange tijd dat ik weer in de Efteling ben. Want reserveren, dat is praktisch onmogelijk. Ik heb deze dag ongeveer 2 weken geleden al gereserveerd. En dat is zeer vroeg voor mij, voor een bezoekje aan de Efteling. Ik kan me niet heugen wanneer ik voor de laatste 2 weken van tevoren al plan heb gemaakt om naar de Efteling te gaan. Want dat gebeurt normaal een half uur van tevoren of een uurtje. Dus fijn om hier sowieso weer rond te lopen. Het is goed druk in het park. Dat is eigenlijk de afgelopen dagen elke keer al goed druk in het park. Het is niet voor niks elke keer uitverkocht. Er zijn echt wel mensen elke dag. De wachttijden vallen ook echt niet mee. 80 minuten voor de Baron. Uur voor Joris en de Draak, de Python en de Vliegende Hollander. Half uur voor bijvoorbeeld de Droomvlucht of Vogelrok. Het is een drukke zomerse dag. Het is echt ideaal pretpark weer trouwens. Lekker blauwe lucht, zonnig, graadje of 22. En hoewel deze zomeravond niks lijkt op de zomeravonden die we voor corona hadden, is het alsnog fijn om gewoon weer lekker tot 10 uur in de Efteling te lopen. Om gewoon nu, het is nu 4:30, om gewoon lekker om 4:30 het park in te lopen. Lekker fris en fruitig, terwijl de halve Efteling al wallen onder de ogen heeft van een dag vol shower met de kinderen. Is het lekker om gewoon lekker 4:30 het park in te lopen, lekker tot 10 uur vanavond. Ik zie hier, en ik had hem al eerder op Twitter bij iemand langs zien komen, een soort elfenschommel. Die schijnbaar al eerder gebruikt is tijdens een speciaal event. Volgens mij. Misschien is hier nog een beetje entertainment vanavond. Er staan wel lampen op, dus ik denk wel dat het voor in het donker is. We gaan het wel zien. Op een avond als deze, dan wil ik wel wat attracties doen. Maar alleen als de rij een beetje meevalt. Dus 20-25 minuutjes of minder. Of dat vandaag gaat gebeuren, weet ik niet. Maar ik had ook gewoon zin om eigenlijk een rondje de Efteling te lopen. Heb je af en toe gewoon behoefte aan. Maar je wil eens even te zijn. En is toch wel lekker in de avond. Helaas, omdat het park dus om 10 uur sluit, is het park ook niet meer in het donker open in de zomer. Misschien de laatste weken van augustus, dan is het wel weer om 10 uur echt donker. Maar momenteel nog niet. Helaas dus ook geen Aquanura in het donker, dat is ook echt wel een gemis. Misschien een beetje schemer of zo, maar terwijl ik dit zeg, controleer ik even de zonsondergangtijd. Zonsondergangtijd in Kaatsheuvel is vandaag 10:04. Dus dan is het om 10 uur echt nog niet donker. Gezellige bedrijvigheid hier op het Piranhaplein. Normaal hebben we hier natuurlijk de Braziliaanse band staan. Die is uiteraard het jaar niet. Ik mis het wel een beetje. Al die pleinen, al die leuke voorstellingjes. Gezellig met vrienden en bekenden. Alle ex-af op een avond. Dat zit er helaas echt niet in. Ik weet ook niet of dat ooit nog terug gaat komen. Maar de attracties zijn er gelukkig nog wel. Voor nu even niet de Baron, want de wachtrij is momenteel 60 minuten en dat vind ik toch iets te veel van het goede. Ik ga denk ik naar het Ruigrijk, naar de Python of zoiets. Ik heb wat trek in zo'n kurkentrekker bij speeltuin Nest. Het is zo gezellig druk dat de rij van de Vliegende Hollander weer eenmaal door het buitengebied staat om de attractie heen. Dus we gaan een heel stuk backstage. Zo te zien, want dat heb ik ook nog niet meegemaakt, is de binnenwachtrij ook gewoon weer geopend. Ga je niet meer door de Singer Rider naar binnen. Huidige aangegeven wachttijd is 55 minuten. Dat is best aanzienlijk. Eigenlijk zijn er momenteel geen rustige dagen in de Efteling meer. Natuurlijk, ze moeten hier nog steeds ruimte houden in attracties. Als een van de laatste landen in Europa moeten wij in Nederland afstand houden in attracties. Overigens alleen een pretpark, want de kermis vullen ze wel helemaal. Maar het is
aan de ene kant is het heel positief voor het park dat het zo lekker druk is, want het zorgt voor heel veel geld in het park. Dat is echt 100% waar. En dat gun ik ze ook wel heel erg, want laten we eerlijk zijn, dit is gewoon een flinke klap geweest voor elk bedrijf in Nederland wat dicht is geweest. Aan de andere kant, ja, ik kan momenteel niet naar de Efteling, het is ook wel scheidruk. Dat hoeft voor mij ook even niet. Aan de ene kant wou ik heel graag naar de Efteling. Aan de andere kant, als ik ook een keer die wachtrij in de app zag, dacht ik van, laat maar, ik ga wel lekker naar Toverland of naar Walibi België. Dat is leuker, dan sta ik minder lang in de wachtrij. Dus ik vind het heel positief dat het echt letterlijk elke dag uitverkocht is. Ik vind het minder positief voor mij als liefhebber, want de wachtrijen zijn echt gewoon te lang naar mijn zin om een leuke dag in de Efteling te hebben. Ben ik wel redelijk verwend daarin, dat geef ik eerlijk toe. Ik wil niet langer dan een half uurtje ergens verwachten. Je kan überhaupt al bijna niet komen met je abonnement omdat alles uitverkocht is. Al meer dan een week van tevoren. En last minute zijn ook bijna niet te krijgen. En dat is dan wel heel erg spijtig. Dus als je ook kijkt naar andere jaren, dan was de eerste zomeravond, dus deze periode, waren altijd hartstikke rustig. De zomerdruk moest op gang komen. Nou, die zomerdruk die is er echt al vol op. Heel Nederland lijkt wel dat heel Nederland naar de Efteling wil. Ja. Positief voor het park, minder positief voor de fans en de liefhebbers en mensen die graag onverwacht naar de Efteling willen. Laten we hopen dat het alleen deze zomer is en dat we hierna gewoon weer op volle capaciteit in het park kunnen zonder gekke reserveringen of dergelijke. Of dat reserveringen, als dat blijven vasthouden, volop beschikbaar zijn voor een volledige parkcapaciteit. Nest is uiteraard het nieuwe inclusieve speelbos van de Efteling wat dit jaar geopend is. Ik heb er een complete video over gemaakt. Ja, ik kom hier niet voor de speeltuin, ik kom hier voor het eten. Want die kurkentrekkers die ze hier verkopen, die zijn toch wel verdomde lekker. In Nest was te weinig zitruimte, dus ik ben maar even naar station De Oost gelopen om aan de tafeltjes te zitten hier op het nieuwe plein, waar eerst natuurlijk de Polka Marina stond. Ik heb deze keer de witte wieven aardbeien genomen. De witte wieven zijn alleen roze geworden. Ik ben benieuwd die smaak. Het is helemaal gevuld met aardbeien in plaats van moes. Ik moet zeggen, die is echt heerlijk. En omdat er geen chocolademousse in zit, maar aardbei is die een stuk makkelijker te eten. Omdat die chocolademousse die spuit overal heen als je hem probeert op te eten. En die aardbeien blijven veel beter zitten. Dus ja, aanrader. Echt nog steeds een hele grote aanrader. Na die overheerlijke kurkentrek, het is tijd om eens een achtbaan te doen. Ik denk nou toch dat het de Python gaat worden, ook al staat er 40 minuten wachtrij. Dat is niet kort. Gaan we er maar aan wagen, want ik moet wel iets gedaan hebben vandaag. Anders vind ik het ook weer zonde. Maar, 40 minuutjes. Dat is niet niks. Oké, laat maar. ik dacht dat ik dit ging doen, maar nee. Is het bij de ene attractie te druk, dan ga ik eens in de app kijken waar het misschien wel rustig is. En ik zie dat de Vogelrok maar 20 minuutjes is. Nou ja, maar 20 minuutjes, dat is nog lang voor de Vogelrok, maar... Vind ik in ieder geval een stuk beter te doen dan die megarij van de Python. Ja. Nou, zo zie je dat het in het hele park eigenlijk... Oh, Symbolica 20 minuten, dus ook niet verkeerd. 25 minuutjes voor de Max en Moritz. Nou, de wachttijden gaan al redelijk naar beneden. De wachtrij in tegenstelling tot de rest van het park is hier echt lekker kort. Doen ze goed met de capaciteit.
zit as far as you go. Ik stop deze tour. Ja, ja, kijk uzelf maar eens recht in de ogen. Tijd voor een beetje zelfreflectie. Wat is er aan de hand? Zeeuwels? Oh jee. Pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Waag het niet. Don't you dare. Wacht, ik zou je helpen. Illumina Fantasia. Ondertussen ben ik naast de Bodeca naar de andere kant van het park gelopen. Ik kwam de hek zojuist tegen, dus ja, er is toch nog een heel klein beetje entertainment. Hier en daar een enkele acteur of actrice, maar voor de rest niet heel erg veel. Hier waar je nog heel goed de layout ziet liggen van de warme winterse wei, er zijn nu een paar extra tafeltjes geplaatst. Voor toch wat extra zitcapaciteit. Heel ruim uit elkaar. Echt zeer ruim uit elkaar. Ja, hier dit jaar ook geen extra horeca of zoiets. Normaal heb je hier altijd een extra horecapleintje. Even aan mijn hoofd gezegd was die er vorig jaar ook nog steeds. Had je hier vier kraampjes. Meestal had je een lumpia kraam, een verse frietkraam, een hamburgerkraam. En een koffie- en gebakkraam. En ze dit jaar helaas allemaal ook niet. Is toch jammer. Ik mis wel een beetje de zomeravondsfeer. En vorig jaar was het entertainment was al niet meer. Was de horeca er nog wel en dit jaar is van beide er niet. Dus ja, het is wel anders. Het is absoluut geen zomeravond zoals we gewend zijn. Of gewend waren. Een paar weken geleden heeft de Efteling officieel aangekondigd dat in 2022 dit complete gebied op de schop gaat. Het gebied gaat compleet geherthematiseerd worden. Alles in de stijl van Vogelrok met een compleet nieuw voorplein met allemaal bomen en extra groen. Monsieur Carnibaal wordt, zoals uiteraard bekend, geherthematiseerd naar de verhalen van Simbad met bootjes en dergelijke. De nieuwe naam gaat Sirocco worden. Dat moet mij natuurlijk direct denken aan de gelijknamige attractie uit de jaren 80 van Walibi België. De huidige Psyche Underground van Walibi België heette namelijk vroeger ook Sirocco. Had volgens mij totaal geen thematisatie of iets. Maar goed, het gaat er komen en hier op de plaats van de Dolhof komt dan een waterspeeltuin. Ja, ik denk dat het wel positief is. Ik vind het plein best wel heel erg lelijk. Een paar eigenlijk vogel ook na en die achterwand. Al mag hij ook wel eens een poetsbeurtje gebruiken, zo te zien.
ja, positieve ontwikkeling dat dit op de schop gaat. Want het is een stukje Efteling wat voor het laatst in de jaren 90 wat dan is gedaan. En dat, ja, dat het laatste leeftijd zien, dat zeer zeker. Ja, goed. En tijd dat er iets aan gebeurt. Gewoon omdat het ja, ouder, lelijker is en dergelijke. Nou, ondertussen maar is tijd voor een ritje vogelrok. Altijd fijn, ritje vogelrok. En dan misschien dadelijk nog eens een ritje Monsieur Cannibaal. De Efteling heeft daarnaast aangekondigd dat ook de vogelrok diverse upgrades krijgt om meer in het hedendaagse standaard van thematisatie van de Efteling te passen. Onbekend nog wat ermee gaat gebeuren. Ook restaurant Panorama zou in de loop van de jaren, onbekend nog wanneer, waarschijnlijk niet volgend jaar, maar waarschijnlijk het jaar erop, ook meegenomen worden in de thematisatie hier van het nieuwe Vogelrokplein. Gethematiseerd ook naar de verhalen van Sinbad. Ja, ben heel benieuwd hoe het er dak uit komt te zien. Het kan sowieso niet lelijker worden dan dit nu. Dus ja, ik ben op zich best wel blij met de upgrade die ze gaan doen. En ik vind het verhaal van de Vogelrok, vind ik altijd, daar zit meer in voor mijn gevoel. Altijd al gevonden. Ook mooi, lekker Caribisch. Ja, ik zie het wel zitten. Verbouwde horeca. En dan lekkere cocktailbar erbij. Lekkere palmbomen hier op het pleintje. Daar ook allemaal lekkere wateroasen. Ik vind het een hele leuke positieve verandering. Ik ben fan. Ja, panorama verbouwen. Cocktailbarretje erbij. Eventueel op het balkon. Als ze daar eens een keer wat mee gaan doen. Dat je daar een mooie relaxed rooftopbar hebt. Zo uitkijkend over het water. Mooi Caribisch deel. Ik ben fan. Dat lijkt me echt wel wat. Zo, dat was een lekker ritje in de Vogelrok. Nu direct door naar Monsieur Cannibaal. Zo, dat was een fijn ritje in Monsieur Cannibaal. We hebben een tijd voor kunnen reserveren voor de show van aanverlijn van 7 uur. We moeten nog even wachten of we naar binnen mogen. Het is een tijdvak van 10 minuten. Een van de laatste tijdvakken. Dat duurt nog 20 minuutjes. De droomvlucht is maar 10 minuten wachten. Dus dat gaan we eerst even doen. Thank you.
dat was een heerlijk rondje in de Droomvlucht. Blijft altijd een hele fijne attractie om te doen. Wij gaan nu richting Ravenlijn. Wij hebben nog een boardingpas voor Ravenlijn kunnen reserveren. Net rond 5 uur. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat dat nog mogelijk zou zijn. Want normaal zijn ze aan het begin van de ochtend voor de rest van de dag uitverkocht. Maar ze waren nog beschikbaar voor 2 shows. Van die van 7 uur en die van 9 uur. Had ik niet verwacht dat dat nog beschikbaar zou zijn. Heel erg fijn dat, dat het nog gelukt is. We mogen gezellig helemaal vooraan zitten. Wel helemaal aan de zijkant. Snel. Maar zijn jullie ook in staat om de gildemeesters te verslaan? Kom op, laten we samenwerken. Dan gaat het ons vast lukken. Paardrijden en zwaardvechten. Ja, natuurlijk, Ravenlijn blijft niet top. Ik blijf achter mijn mening staan uit de vorige video. Het is oneindig veel beter dan vorig jaar, maar het is nog niet op het niveau van wat het Ravenlijn eerst was. En zeker niet op het normale 3D Vuur niveau wat ik gewend ben van dat park. Ja, ik ben heel blij dat ik over een paar weken weer naar de echte 3D Vuur mag. En niet deze vertoning alleen maar hoef te zien hier in Ravenlijn. Maar goed, een showtje nu van 13, 14 minuten, dat is prima om even tussendoor mee te pakken. Als je toch buurt bent van dit deel van het park. Ja, prima gewoon. Tijd om een beetje avond te eten bij het poffertje. Ik heb de chef specialiteit genomen. Het ziet er niet super veel uit, maar ja, alsnog, het ziet er wel lekker uit. En een combinatie slagroom met chocoladevlok en aardbeien. Dat is altijd lekker. Wat is Bakkerij Krumel mooi aan het worden, zeg. Wat een mooi en tof gebouw. Heel mooi metselwerk, mooi dak. Het ziet er echt super, super uit. Ik ben echt heel erg fan. Het steekt wel een klein beetje af tegenover de rest van het plein. Want dit ziet er gewoon zoveel mooier uit dan de rest van het plein. Echt, ja, hele mooie toevoeging. Ondertussen is ook de wachtrij van de Fata Morgana flink gezakt. Er stond 20 minuten in de app, maar gezien de wachtrij niet buiten staat, denk ik dat de wachtrij zelfs nog minder is. Volgens mij staat er nu 10 minuten op het bord, dus die is flink gezakt in de tijd dat we hierheen zijn gelopen. Hoewel het een drukke dag is, kan je zo hier en daar nog wel aardig wat attractietjes doen. Als je niet te kieskeurig bent en echt de lage wachttijden in de app uitzoekt. Thank you.
Van Max en Moritz naar de Python. De wachtrij is 40 minuutjes, dat is wel ietsje langer, maar ja, alsnog een redelijk te doen. Altijd al zo rap? De backstage wachtrij van de Python is weer eens in gebruik. Ik was hier eerlijk gezegd nog nooit geweest, want ja, als deze wachtrij in gebruik is, vind ik de wachtrij over het algemeen te lang. Maar we moeten hem nu helemaal rondlopen. Hier zie je de backstage hier achterlangs bij de Horseshoe. En hier is dus ja, de onderhoudsruimte, daar kunnen de bootjes in en uit rijden. Er wordt het onderhoud uitgevoerd aan de attractie. Mooi uitzicht hier op de Vliegende Hollander en de Baron. Ja, leuk zo'n backstage. Ik heb hier nog nooit gelopen. Ik weet dat het al bijna een jaar in gebruik is, maar ja, ik heb het gewoon nog nooit gelopen. Dus altijd wel leuk om iets nieuws mee te maken. Dat was het einde van een heerlijke eerste zomeravond hier in de Efteling. Natuurlijk, het is niet zoals vroeger. Het heeft niet dezelfde sfeer en ook niet dezelfde openingstijd. Ik heb echt het gevoel van, ik had nog wel een uurtje door willen gaan. Ik had nog wel een ritje Baron willen maken. Maar even een nachtritje in Joris aan de Draak of zoiets. Of ja, natuurlijk Jurgen die hier op het plein staat. Ja, dat staat in Bakker en Krumel, dat gaat hem ook niet meer worden. Of lekker bij Jelle op het plein, bij de Vogel. Ja, dat is allemaal helaas niet meer. Maar daar hebben we maar even mee te doen. Dat kan nu echt niet. En sowieso zou de Efteling al mee stoppen en een andere invulling aan deze avond geven. Hopelijk gaan we die echte invulling van die avonden volgend jaar meemaken. Dat we dan wel echt weer een zomerprogramma hebben met echt entertainment. Maar voor nu, prima dagen hier in de Efteling. En ze zijn lekker elke dag tot 10 uur open. Dus dit soort dagen kan je dus elke dag hebben in de Efteling. Dat is ook wel heel erg lekker. Om gewoon lekker op een random maandag of dinsdag of woensdagavond ook gewoon lekker tot 10 uur 's avonds in de Efteling te kunnen zijn. Dat heeft ook wel weer zijn charmes. Dus nou, misschien ga ik nog random maandag of dinsdag nog wel een keertje naar de Efteling. Mits ik natuurlijk een tijd voor kan reserveren. Maar ik zag net in de app dat er echt veel meer beschikbaarheid was voor de komende week. Dus dat is positief. Alleen morgen was bezet. Dus positief. Anyway, blijf een aanrader natuurlijk Efteling. Zeker met de zomeravond. Blijf je wel wat voor drukte en wel een andere sfeer dan voorheen. Hier vanuit de Efteling bij Max en Moritz. Wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei!